Waarom bent u naar Keverbrekken gekomen? Wat gezellig is, hè? Gezellige mooie wagens allemaal. Het is uitzonderlijk ook veel nationaliteiten die aanwezig zijn. Ja, het is plezant. Ja. En komt u hier jaarlijks? Ja, normaal gezien komen we wel jaarlijks naar het Kevertreffen om een keer. En ik heb de indruk dat het altijd meer en meer is, meer en meer wagens dat erbij komen. Ook meer en meer van andere landen en zo. Dus, het bloeit. Het is blijkbaar een bloeiende sector. Volkswagen Kever van bouwjaar, nog een keer nadenken, van bouwjaar 64. Nog op 6 volt werkende, want je moet weten, de meeste wagens werken op 12 volt systeem. Mijn systeem werkt nog op 6 volt. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk wel verrast, want ik heb gemerkt hier op gans dat treffen dat er niet veel Kever Cabrio's niet meer zijn vanuit mijn tijdperk. Ja, veel hebben ook gezegd van we komen hier gewoon buiten om wat frisse lucht te hebben en het is een sfeerverandering. Ja, nee, ik kan je zeggen, frisse lucht met die oude Volkswagen, dat gaat je zeker niet krijgen. Want ik denk als je achter zo'n een Volkswagen loopt, en dat is dan ook weer typisch nostalgisch, dan is de lucht van zo'n Volkswagen helemaal niet de frisse lucht, maar wel de herkenbare lucht die wij kenden toen wij ooit aan die Volkswagens werkten. Allee, het is al mijn tweede jaar dat ik hier kom. Het is altijd interessant om te zien hoeveel werk dat erin kruipt om die auto's te kunnen onderhouden. En gewoon de mensen onder elkaar zijn met de mensen. Omdat mijn familie eigenlijk altijd zo bezig was met auto's, voor mijn vader, of vroeger ook een Kever. En die passie probeer ik toch zelf ook op te zoeken, omdat ik zo graag een Kever wil. Het is wel echt een groot evenement. Ik denk dat wel uniek is in Vlaanderen. Dat er weinig steden of gemeenten zijn die zoiets organiseren. Ja. En de mensen komen hier ook van heel ver soms. Vanuit Denemarken of het Verenigd Koninkrijk of Duitsland of Nederland enzovoort, Spanje. Dus ik vind dat wel leuk eigenlijk. Ja.